weer een keer naar de kringloop. Vandaag heb ik een thrift shop with me. We gaan vandaag kringlopen en ik neem jullie weer gezellig mee. Dit is deel 2 of video 2 van de Shop with Me serie op mijn kanaal. En vandaag gaan we dus lekker kringlopen. Ik heb er zin in. Als jij er zin in hebt, doe dan dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan gaan we snel naar de kringloop. Goed. Voor we gaan naar de kringloop is het tijd om eerst nog even wat research te doen. Ik woon in een klein dorpje Nijveral, dus het is wel echt even nodig om te kijken wat ze hier nou precies hebben. Zo kwam ik erachter dat ze 2 kringlopen hebben. Kringloop de tweede ronde en kringloop Nijveral. Althans, dat dacht ik. Jullie zien straks wat er gebeurt. In ieder geval, het is tijd om naar deze kringloop te gaan. Voor we lekker gaan shoppen, maakte ik nog even een lijstje om te kijken wat ik precies nodig heb. Nou ja, dat is dus eigenlijk niks. Tijd om te gaan. Ik doe een tas om met hengsel uiteraard. We leren van onze fouten. En ja, laten we lekker gaan shoppen. Oké, we zijn er. Maar een beetje slecht nieuws. Ik ben mijn bril vergeten. Dus ik zie niks. Oh my god, shit. 2:30. Het is 11:15. Nou, dan gaan we naar de volgende. Het is weer helemaal typisch. Hij is dicht. Dus ik ga nu kijken of het begint te regenen. Of die ander wel open is. Ik dacht dat dat het geval was. Maar goed, even goed mijn research doen. Ik snap de fout al. Hier doorkas is deze. Die is natuurlijk gesloten. Die gaat om 2:30 open. Maar ik dacht dat we er maar 2 Nijveren hadden. Maar we hebben er blijkbaar 3. Dus ik ga nu naar die. En dan naar die. Eerst even kijken bij de vaasjes en zo voor de uitzet. Misschien van die tapasbakjes. Best leuk. Je moet je altijd wel goed kijken om iets te vinden. Wat is dit? Oh, dat is plastic. Oh, deze is best mooi. Deze vaas. Deze vind ik wel heel mooi. Zo'n zandkleurig vaasje. Maar ik heb het echt niet nodig. Je hebt hier zeg maar allemaal stellingen. Met vaasjes en dingetjes. Maar het is niet helemaal mijn ding. Maar deze is wel leuk. Deze vind ik wel heel leuk. Maar dit is maar eentje. Een eierdop. Dat is 50 cent. Maar dat vind ik eentje net te weinig. Maar... ja, de rest vind ik niet zo leuk. Nog meer vaarsjes. Je hebt hier heel veel vaccinelichthouders. Wat is dit? Oh, zelf geknutseld denk ik. Gouden kandelaar. Die is op zich wel leuk. Ja, hier ben ik echt heel gevoelig voor. Dit vind ik allemaal wel heel leuk. Kijk hoe cute. 30 cent met een goud randje. Ik moet nog wel van die kleine borrel glaasjes. Het is ook wel grappig voor een cocktail. Kijken. Oeh. Onderzetters. Die heb ik ook al. Maar wel heel leuk. Je hebt hier... oh god. Van die theeglazen. Whiskyglas. Oeh, dit is wel handig. Voor tapas. Maar het is allemaal niet heel bijzonder. Nou, nee. Misschien zit hier nog een pareltje tussen. Oh, een melkopschuimer. Dat heb ik al. Oeh. 1 euro champagneglazen. Het is dat ik al champagneglazen heb, maar in verpakking. Een bierglas met goud randje. Het is dat ik alles in setjes koop, dus dan wil ik er gelijk meer. Maar veel keus.
Een deegroller. Oké, de glazen zijn niet helemaal mijn ding. Je hebt hier wel heel veel mandjes. Het is best cute voor op een kinderkamer deze. Een witte. En hier nog broodtrommels en trommeldingetjes, maar dat heb ik niet nodig. Wat is dit? Pannen. Dat is wel echt handig. Oeh, en hier nog mokken. Dit vind ik wel heel leuk. Latten. Misschien zit er nog een leuke vintage mok bij. Oh, jammer van dat blauwe randje, maar je heeft een goud randje. Echt heel mooi. Als dat blauwe randje er niet was. Hier nog wel. Dit is best leuk. 1 euro per stuk. Hier nog meer pannen. Die zijn een beetje verkleurd allemaal. Deze is best vet. Nee. Wat ik nog wel moet, zijn soepkommen. Misschien dat ze dat hier nog hebben. Mooie soepkommen. Even kijken hier. Nee. Een soort pannetje. Nee. Nee, niet helemaal. Dit is allemaal kleding. Dus ik ga er even tussen snuffelen. Want ik zoek nog een zwarte blazer. En dan misschien bij de mannen dat ze dat nog hebben. Een zwarte blazer. Het is allemaal wel op kleur. Dus ik moet hier even kijken bij het zwarte. Nou, ik zie het al. Er zijn geen blazers. Dit bedoel ik niet. Misschien nog schoenen. Je weet het niet. Nee. Oké, kringloop 1 is niet echt een succes. Het is heel... Ja, net niet gewoon. Allemaal net te oud of gewoon net niet mijn stijl of smaak. Ik moet zeggen, die taartbordjes vond ik echt geweldig. Maar ik zoek dus nog een zwarte blazer. Ik heb nu een leren blazer aan. Maar dan in een zwart stofje. En bij de mannenafdeling kun je heel vaak dat soort blazers dus vinden. Dus ik heb net even gekeken. Helaas geen zwarte, maar wel een gestreepte. En dat is dan lekker groot. Dus dat is wel heel leuk. Ik moet zeggen dat ik thuis al een gestreepte heb. Maar ik ga hem even passen. Ja, ik vind het dus heel tof. Het is gewoon een hele grote zwarte blazer met schoudervullingen. Hij is alleen wel net iets te groot voor mij. Het is dat ik al thuis een zwarte met streepjes heb. Maar het is wel echt heel vet. Dus ja, als je nog een blazer zoekt, kijk bij de kringloop bij de mannenafdeling. Want daar kun je echt wel leuke dingen vinden. Ja, ik vind dit wel tof. Maat staat er helaas niet in. Maar hij was anders heel leuk geweest. Dan heb ik echt nog een super goede tip voor jullie. Kijk bij de oude boeken. Vaak hebben deze oude boeken bij de kringloop een soort plastic koffer. En als je die koffer er dan afhaalt, zie je echt zo'n hele mooie linnen stofje met vaak gouden letters. En dat is echt perfect voor decoratie op je tafel als een mooie tafelboek. Dus zeker een tipje. Was dit niet echt een succes, dus we gaan snel door naar de tweede kringloop. Oké, ik snap eindelijk de verwarring. Die bovenste twee zijn gewoon dezelfde en daar ben ik dus nu net geweest. En deze is dus nog dicht, dus ik ga nu naar Rijssen. Ik ga dus nu in Rijssen kijken bij de Doorkas of daar nog wat leuk is. Dus Emkie, wat in Rijssen te handen valt. Okay, ik ben echt heel erg benieuwd. Let's go. Ik moet voortaan echt eerst kijken of het open is. Dus ik ben nu naar Rijssen gereden. Is het op vrijdag dicht? Shit. Jawel jongens, we geven de moed nog niet op. Ik heb er één gevonden in Rijssen. De laatste. Niet geheel onbelangrijk, hij is open. There's a sparkle in your eyes.
heb je weer lekker veel glazen. Dat vind ik altijd wel heel leuk om bij te kijken. Omdat je nooit weet wat je tegenkomt voor je uitzet. En ik ben echt verslaafd aan dingen sparen voor mijn uitzet. Deze is ook mooi. Hier heb je ook soepkommen, maar dit zijn gewoon net niet mijn stijl soepkommen. Ik vind dit wel heel vet hoor, maar dat past niet bij wat ik heb voor mijn uitzet. En deze vind ik net te saai. Dit is wel weer heel leuk. Dan ben ik nu boven. Oh, je hebt ook nog meubels. Oeh, die kleed best grappig. Die blauwe. Gewoon een bank. Best chill. Hoe duur zou die zijn? Geen idee. Best chille bank. En spiegels. Nee, dat is allemaal... Oh, shit. Ja. Net allemaal wat te oud. Hier, IKEA-kastje. Handig. Ik ga even naar de kleding en dan bij de mannen blazers kijken. I wanna be with you always. Cause that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do. Nou, textiel, dat heb ik niet nodig. Het is wel heel handig. Oeh, best mooi. Gordijn. In het linnen, heel mooi. En dan zijn hier nog lampen. En lampenkappen. Dat heb ik ook niet nodig. Dat was hem. En ik ben alweer thuis. Ik dacht, dan is nu het gedeelte van de shoplog. Maar die heb ik niet. Ik heb helaas niks gehaald. Echt super jammer. Maar ja, goed, soms hoef je natuurlijk ook niks te halen. Hè? Ik heb gewoon niks gevonden waarvan ik dacht, ja, dit is het. Ik zag wel die leuke schoteltjes met een goud randje. Vond ik echt heel mooi. Maar ik heb echt zat borden en servies. Dus ik hoopte meer op wat tapas dingetjes. Van die tapasbakjes of apparaten echt. Mooie apparaten die nog in goede staat zijn voor in je keuken. Maar dat kon ik helaas niet vinden. En die, tafelboeken, zeg maar. Wat je heel mooi op je tafel kan zetten als decor. Ik heb echt mijn suf gezocht. Ik heb alle koffers bijna gekeken. Maar helaas niet de kleur die ik zocht. Ik zoek een beetje dat beige met gouden letters. En ik vond heel veel groen of paars. Of juist weer te geel, zeg maar. Dus dat vond ik heel erg jammer. Maar zeker een tip. Het was me dus een roadtripje wel. Uiteindelijk ben ik er dus achter gekomen dat je twee kringlopen in Nijverdal hebt. Het dorpje waar ik woon. Waarvan de een dus dicht was. En de ander staat twee keer op Google Maps. Dus vandaar die verwarring. Toen ben ik dus naar Rijssen gereden. En in Rijssen heb je ook de Doorkas. En die was ook dicht. Ik ging gewoon vanuit dat die open was of zo. Ik weet niet. Ik dacht ik rij er gewoon heen. Maar die was dus dicht. Gelukkig was nog die andere kringloop in Rijssen er. Dus daar ben ik geweest. Dus uiteindelijk twee keer. Kringlopen. Nou, dan was dit de trip with me. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. De volgende keer ga ik zeker naar een grote stad toe. Ik wil eigenlijk naar Deventer toe en dan naar het Goed. Dat blijkt echt een hele grote mooie kringloop te zijn. Zodat ik wat meer kan laten zien en ja, wat meer aanbod heb. Maar goed, dat voor de volgende video. Dit keer een mooie kringloop in het mooie Nijverdal. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik wil jullie bedanken en ik zie jullie tot de volgende video weer. Doei doei!